De Rotary Club Brunsum Onderbanken organiseert zondag een lentewandeling om geld op te halen voor Stichting ALS. Een van de leden van de club, Marcel Didde, leidt aan deze ziekte. In 2019 heb ik die diagnose gekregen. En het is nu al 5 jaar, dus je krijgt dan eigenlijk de diagnose waarin men zegt, je hebt gemiddeld 3 tot 5 jaar, heb je nog levensverwachting. Gelukkig het is nu, in juni is het 5 jaar, dus ik blijk dus tot de langzamere groep te vallen. Dus we zeggen, geluk bij een ongeluk, om het maar zo te zeggen wat dat betreft. Het is geen spierziekte, men noemt dat een neuronenziekte. En dat betekent eigenlijk dat je spieren niet meer worden aangestuurd. Ja, uiteindelijk is het eigenlijk de longfunctie die omlaag gaat. Dus de spieren van de longen die nalaten. Mm. En dat is dan eigenlijk ook de reden dat die levensverwachting zo laag is. Er zijn dan ook steeds meer dingen die Marcel niet meer kan. Maar zijn zoons zijn er om voor hem te zorgen. We leren er ook wel veel van, want ik kon namelijk eerst nog niet koken bijvoorbeeld. Dat heb ik ook leren doen laten me. En we doen ook steeds vaker de was ook. Het is wel een extra verantwoordelijkheid natuurlijk. Je hebt niet alleen het huishouden wat je extra moet doen. Maar ook pap zelf heeft ook dingen. Dus als hij met opstaan heeft hij hulp nodig bijvoorbeeld. Of met kleren aantrekken lukt het niet altijd. En het chauffeur, dat is ook een extra last. Ja. Het heeft zijn beperkingen, maar ik vind het ook wel iets heel moois om te helpen en er toch te zijn voor de tijd die hij nog heeft. Ik kan het wel negatief gaan bekijken altijd, maar je moet ook de positieve dingen eruit halen. En dat, je moet ervan maken van wat je hebt. Naast de hulp die ze hun vader bieden en hun bijdrage aan de lentewandeling, gaan ze ook nog een stapje verder. Ja, we hadden een idee om iets te gaan doen. We wisten niet precies wat. En toen het pap gezegd is, er is één keer in het jaar hebben ze er een sponsorloop, slash fietstocht, bij de Mont Ventoux. En toen dachten we, dat is pas wel een ideale kans om toch een beetje steun en een doel te zetten om er samen heen te gaan. En het is een mooie actie. Ik denk ook, vermoed ook wel dat dat eigenlijk hetgene is wat denk ik ook wel de rode draad gaat zijn van die paar dagen dat we daar naartoe gaan zijn. Niet zozeer het verdriet, maar wel de saamhorigheid. Er komen ook heel veel andere, ik geloof dat er zelfs 200 mensen of 300 mensen gaan dat doen daar. Dus die saamhorigheid, denk ik, dat heb ik van anderen al gehoord, dat dat eigenlijk het mooie is van daar naartoe gaan. Die saamhorigheid zal ook zondag tijdens de sponsorwandeling naar voren komen. Ondanks dat het een verdrietig onderwerp is, moet ik zeggen dat ik het wel heel erg positief ervaar. Op dat moment denk je niet aan het onderwerp, aan het verdriet, maar dan is het vooral de vriendschappen, de mensen die komen. Ook mensen die je al soms jaren niet hebt gezien en die schrijven zich in. En dat is toch ook wel fantastisch. De wandeling start vanaf de Schinvelder Hoeve. Aanmelden hiervoor kan via de website van Rotary Club Brunsum Onderbanken.